Ik heb slechts twee schriftelijke vragen. Dat betekent dat jullie nog boordevol mondelinge vragen zitten. Hoorde ik het goed? Als iemand zo begint met een vraag, hoorde ik het goed? Dan weet je dat er nu iets gaat komen waar hij waarschijnlijk helemaal niet mee eens is en zich niet kan voorstellen dat ik dat gezegd heb. Hoorde ik goed dat u meer bijbels en sowieso beter vindt dat de niet verliefde ouders huwelijkspartners voor hun kinderen uitzoeken? Zou u dit in de kerk in willen voeren? Nou, ik heb in de kerk niks in te voeren, dus dat scheelt alweer. Nee, ik heb wel... Nee, luister, ik ben met mevrouw getrouwd omdat ik verzot op haar was. En ik heb zelfs niet eens aan haar vader gevraagd. Waarschijnlijk was hij veel te blij dat hij van daar afkwam. Oh, dat mag natuurlijk niet. Mag natuurlijk niet, dat heb ik niet gezegd. Nee hoor, maar nee, ik ben ook van de moderne tijd. En toch... Ik zal je eerlijk vertellen... Moet onder ons blijven, hè? Mijn moeder had al een hele tijd gezegd, je moet haar nemen. En achteraf had ze ontkomen gelijk. Mijn moeder had het scherp gezien. In die zin is het wel goed als je verliefd bent om dat met je ouders te bespreken. En er zijn nog best jonge mensen, zeker toch ook gelovige jonge mensen, die dat doen. En dat met hun ouders spreken. Ik heb mijn oog laten vallen op die deerne en op die jongeman. Wat vinden jullie ervan? En als zo iemand niet alleen maar door verliefdheid gedreven wordt, maar geïnteresseerd is wat de ouders ervan vinden. Want die zijn en ouder en ze zijn niet verliefd. Ze kunnen, als ze die persoon kennen tenminste, daar een nuchter oordeel over vellen. Dat is wel helemaal niet zo gek. Dus ik heb niet gezegd of het allemaal moet veranderen, want dat gaat toch niet. Maar wel, er is wel een andere kant. Als puur door verliefdheid gedreven wordt, gaat het heel vaak verkeerd. Daarom zei ik al, wacht er eerst tot dat over is, die fase. En tot het echte liefde is geworden of het is overgegaan. Dat kan ook nog. Ik heb een verre achterneef, die kwam een vrouw tegen in Amerika. Voor het eerst, maar na 2 weken was hij met haar getrouwd. Ik zeg, man, je hebt wel een enorm risico genomen. Maar toen ik hem leerde kennen, waren ze ook al 60 jaar getrouwd. Dus het is toch allemaal goed gekomen. Maar het risico is dan wel erg groot, hoor. Ik denk altijd aan de oude professor W.H. Velema. Die zei, je moet die tijd van de verkeerde goed gebruiken. Niet om te zoenen en te knuffelen, dat mag ook. Maar vooral praten met elkaar, praten met elkaar. Is dit inderdaad de goede persoon? Niet alleen maar of hoe zo iemand eruit ziet, maar ook hebben we wat gemeenschappelijk. Dus nee, maak je dus niet ongerust, vraagsteller. Ik heb niks in te voeren in de kerk en we kunnen deze dingen toch niet meer veranderen. Maar ik heb wel meer voorbeelden. Hoe meer ik erover nagedacht, nog wel meer voorbeelden. Dat lieve wijze moeders, van moeders, hè, hun zoon een tip gaven. En misschien ook het meisje, hun dochters een tip gaven. En dat dat heel goed uitpakte. Ja, daarvoor heb je toch ouders. Hè? Ze hebben een generatie voorsprong. En hebben een stukje levenservaring opgebouwd. Wat niet wil zeggen dat ook ouders er niet totaal naast kunnen zitten. Enzovoort. Die verhalen zijn er ook. Ik weet het. En misschien zelfs wel heel verkeerde adviezen willen geven. Nee. Daar hadden we vorige keer ook al over, ja. Toen was jij degene die die vraag stelde. Het is echt wel een punt voor jou, geloof ik. Een dingetje, zoals het tegenwoordig heet. Het is echt wel een dingetje. Ja. Misschien heb ik toen ook al gezegd, maar ik zeg het nu. De psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat mensen enorm veel redenen opnoemen waarop ze op die andere gevallen zijn. Terwijl in werkelijkheid de allerbelangrijkste reden is, hoe ziet die ander eruit? Daar doe je niks aan. Maar goed, daar gaan we verder niet over uitweiden. Dat is toch een heel belangrijke factor. Ik weet niet of ik dat de vorige keer verteld heb, maar we hadden zo'n jonge zuster in de gemeente die dacht, moest toch echt een geestelijke man zijn. Dat is een goed uitgangspunt. En ze heeft dus een relatie met hem aangeknoopt, maar elke keer als hij haar aanraakte, dan griezelde en gruwde ze ervan. Dus zij moest op de harde manier leren dat het toch niet alleen maar gaat om het geestelijke, maar dat er ook toch een lichamelijke aantrekkingskracht moet zijn, anders wordt het niks. Dus ze is al lang met een ander getrouwd. Ik heb haar al lang niet meer gezien, dus ik weet niet of het goed gaat. Als jullie kijken, gaat het goed?
Nou, ik krijg toch geen antwoord. De volgende vraag. Ik vind het niet netjes van Lea dat ze nog tegen Laban, nog tegen Jacob niets zei, maar tussen twee geliefden in ging staan. Hoe ziet u dit? Nou, ik zie dat anders, want ik weet het helemaal niet. Het zorgelijke is wel dat zij daarin een volkomen passieve rol speelt, maar ik weet niet. Haar vader moet haar toch op de een of andere manier dat hebben duidelijk gemaakt. Ik ga jou nou aan Jacob geven. Het is donker, je weet dat niet. En hij zal misschien hetzelfde argument hebben gebruikt als hij later tegen Jacob, toen hij de volgende ochtend ontdekte wat er gebeurd was. Dat hij tegen Jacob zei, in onze streken is het niet de gewoonte dat de tweede dochter eerst trouwt. Eerst de oudste dochter. Dus of zij niet tegengestribbeld heeft, dat weten we niet. En waarschijnlijk had ze toch niet veel in te brengen. Dus dat weten we niet. Of ze dat zo gelaten over zich heen laat gaan, heeft laten gaan, dat weten we ook niet. Er staat in de Bijbel dat zij flets van ogen was. Ook dat is zo'n woord dat elke vertaling weer anders weergeeft. Maar in elk geval is het een negatieve omschrijving. Ze zag er niets mooi uit als haar zus. Dus misschien heeft ze ook wel gedacht, dit is mijn kans om toch aan de man te komen. Dat weet je allemaal niet. Dus geliefde vraagsteller, jij bent nog aan fantaseren, maar ik doe er niet aan mee. Ik weet het niet. Ik weet het niet. In ieder geval mag je uit dat verhaal niet uit zomaar concluderen dat vrouwen niks in te brengen hadden. Dat is belangrijk bij Rebecca. Lea lijkt een uitzondering, maar we weten niet in welke mate zij tegengestribbeld heeft. Dat moet je maar loslaten. Wat dat betreft, ja, er zou nog wel een boek over te schrijven zijn, zeg. Als je denkt, ooit hadden wij een dominee, nee, wij, op de radio was een NCV-dominee in de tijd dat de EO nog niet bestond, dominee H.A. Visser. Wie van de bejaarden kent hem nog? Ja, alle bejaarden steken nu hun hand op. En die heeft een schitterende serie gehouden over het boek Rut. Ja, dat was ook altijd gewend natuurlijk om dat allemaal typologisch te zien, maar hij vertelde heel gewoon, die Boas, die was al een oudere man, die was nog steeds niet getrouwd. En die komt daar deze aardige vrouw tegen, deze jonge weduwe. En 6 weken lang tussen Pasen en Pinksteren hebben ze elke dag lunch met elkaar. En hij neemt geen enkel initiatief. En dan zie je aan het eind dat zij het initiatief neemt. En hij bracht het zo prachtig praktisch, dat soms de vrouwen ook wel eens een keer een beetje het initiatief moeten nemen. Ik herinner mij een roman van Leon Uris, Exodus, weet je dat nog? Waar die twee, Barak, ik weet niet meer hoe die vrouw heet, die zijn oud in het boek, maar er wordt helemaal teruggegrepen naar het begin. En dan staan ze er samen, als ze nog niet verloofd zijn, staan ze samen over de zee uit te kijken. En dan zegt dat kleine vrouwtje, dat toen nog heel jong was, tegen hem: als je mij ten huwelijk zou vragen, zou ik geen nee zeggen. Dat is toch een vondst? Ze zegt niet, wil je met me trouwen? Maar ze wil deze blode jonge man over de drempel heen helpen. Als je met een huwelijkse vraag, hoef je geen zorgen te maken. Ik zeg ja. Geweldig is dat. Dus ja. En dat is wat Rut doet door het voetendek van deze man op te slaan. Eigenlijk zichzelf aan te bieden. Niet seksueel aan te bieden, maar wel als echtgenote aan te bieden. En ja, zo zijn er veel meer prachtige voorbeelden in de Bijbel te vinden. Wij gaan over tot de mondelinge vragen. Niet allemaal dringen. Zuster Gree. In openbaring 6 vers 10 staat er een tekst. En daar staat mensen om een troon die zeggen tot hoe lang, o heilige, tot hoe lang. Daar gaat het. Dus daar gaan we vragen op. Ja, mijn vader heeft jong zijn vrouw verloren, dus ik ook jong mijn moeder. En daar had hij het echt altijd over. Hoe zou ze het doen hebben? Gezien deze tekst, heeft dat dan ook iets te maken met Abraham en Sarah, zoals die al duizenden jaren wachten? Ja, weet je wat het is? Weet je wat het is? We zijn daar wel in de Nieuwtestamentische bedeling. Dus we hebben daar sowieso al meer licht over in het Tatia namaals. Nog maar heel weinig. Het is wat Paulus zegt, met Christus te zijn is verderweg het beste. Dus niet een of andere zielenslaap. Ik snap niet hoe slaap beter kan zijn dan welke wakende toestand dan ook. En de Heer Jezus zegt, heden zul je met mij in het paradijs zijn tegen de rover aan het kruis. Maar verder is het nog steeds heel weinig. Heel veel. Let maar op, al die schrijvers, katholiek en protestant,
Gereformeerd en evangelisch, als ze over de hemel schrijven, misbruiken ze daar of teksten die over het Messiaanse Rijk gaan, op aarde, of die handelen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Bij gebrek aan teksten die ons iets vertellen over die tussentoestand. Het belangrijkste van de tussentoestand is, we zullen bij de Heer zijn, dat is oké, dus. Maar wat we daar doen is wachten. En dat geldt ook voor die vers, voor dat vers in Openbaring 6. Waar die mensen zeggen, Heer, hoe lang moeten we nou nog wachten tot de dag van de wederkomst, de dag van de opstanding, wat dus ook de dag zal zijn van het oordeel over de goddelozen. Dat laat zien dat die mensen dus wel een of ander weet hebben van de dingen die op aarde gebeuren. Dat vind ik ook wel bijzonder. Want dat denk je natuurlijk ook bij na, hè. Elke zoon die wil toch weten hoe zijn vader over hem denkt. Dat is al een van de belangrijkste dingen. Ik heb dat ook wel sterk gehad. En dus als je vader dan al lang overleden is, dan denk je, zou die uit de hemel nog kunnen zien wat ik nou allemaal uitsprook. En dat is met het, ja, dat moet je maar loslaten, want we weten het niet. Maar dat ze wel iets weten van wat er gebeurt op aarde, dat is wel duidelijk. Ik zal jullie er toch over hebben. De enige uitzondering noemen in het Oude Testament waar een blik geworpen wordt op het hiernamaals. Ja, als iemand dat weet, ja, dat zou wel verbazingwekkend zijn. Helaas, Pieter. Daniel 12 gaat. Ja, daar gaat het. Wat zeg je? De twee opstanden van het vader en de onderwerp. Ja, maar dan heb je het over de opstanden. Maar ik heb het nu over de tussentoestand, zoals we dat noemen. De enige. Kijk, we hebben daar het Hebreeuwse woord Sheol. Sheol, dat wordt heel vaak in de MBG-vertaling weergegeven als dodenrijk. De Statenvertaling als hel, dat is absoluut verwerpelijk. Ik heb dat tegen geprotesteerd bij de herziene Statenvertaling. Waarom corrigeren jullie dat niet? Het is verkeerd. Maar ja, ze waren bang om alles te veranderen. Nou ja, ze werden toch uitgescholden van alles wat ze wel veranderd hadden. Dus dat had er ook nog bij gekund. Het betekent niet hel. Het betekent ook soms dodenrijk, dat ga ik nou direct noemen. Meestal betekent het gewoon graf. Als David zegt, je laat mijn grijze haar neerdalen in de Sheol, dan bedoelt hij gewoon in het graf. Maar de enige keer is in Jesaja 12, waar Jesaja 14, ik moet goed zeggen, daar gaat het over de koning van Babel, die gestorven is en dan komt in de Sheol. En er wordt gesproken over de schimmen, die hem dan verwelkomen en eigenlijk de draak met hem steken, omdat deze machtige koning uiteindelijk toch ook terechtgekomen is waar ze allemaal zitten. En omdat ze daar met elkaar praten en een verwelkoming is, is het ongeveer de enige plaats in het Oude Testament die ik weet waar iets verteld wordt over de Sheol. Niet alleen maar als een plaats waar het lichaam begraven wordt, maar ook als een plaats waar die schimmen, want meer zijn het niet zonder de lichamen, waar die schimmen met elkaar communiceren. That's all there is. Pas in het Nieuwe Testament is het de Heer Jezus zelf die daar meer over onthult. Interessant is dat de Joden, de orthodoxe Joden, in de laatste 2000 jaar de eigen theorie hebben ontwikkeld. En eigenlijk precies hetzelfde doen als wat katholieken en protestanten doen. En dat is ook, en die noemen dat dan Gan Eden, de Hof van Eden. Maar bedoelen daarmee het paradijs in een hemelse zin, net als de Heer Jezus dat doet naar de rover aan het kruis. En dus als je hen vraagt wat gebeurt er met onze geliefden, met jullie geliefden als ze ontslapen, dan gaan ze naar het paradijs. Daar hebben ze geen enkele oud-testamentische aanwijzingen voor. Op een gegeven moment is daar ook die behoefte ontstaan om daar een soort invulling aan te geven. En dus hebben ze hetzelfde eigenlijk geconcludeerd als de christenen dat ook al gedaan hadden. Goed, broeder. Ja. Ja, zeker. Zeker. Ik noem het nooit een gelijkenis. A, omdat het er niet staat. B, omdat daar bekende personen, dus niet bedachte personen, als in een roman, maar bekende personen, namelijk Abraham in ieder geval, en Mozes worden daar genoemd, worden daar sprekend ingevoerd. En het is toch wel heel bijzonder. Maar in ieder geval, daar wordt ook licht geworpen op de tussentoestand. Want van de rijke man lezen we dat hij terechtkomt in Hades.
En Hades lijkt eigenlijk wel veel op Sheol in het Oude Testament. Maar het beste is daar te vertalen dodenrijk. Niet hel, zoals de Statenvertaling doet. Hoewel deze man wel in de verkeerde afdeling is terechtgekomen van de goddeloze. En van Lazarus staat niet dat hij in de hemel was. Dat staat er sowieso nooit. Of in het paradijs, maar in de schoot van Abraham. En dat is het beeld van het hiernamaals, dat van een rijke maaltijd. Dat geldt ook voor het Messiaanse Rijk. Dat geldt voor de bruiloft van het lam. En het met heel veel, in Genesis is het al feestelijkheden. Daar moet bij gegeten worden. Dat doen we nog steeds. Als we feest vieren, gaan we eten samen. En dat is een oerbijbelse gedachte, maar het zit ook heel diep in de menselijke natuur. Dus hij is in de schoot van Abraham. Dat betekent niet zoals ik als kind dacht dat hij bij Abraham op schoot mocht zitten. Zoals ik bij Sinterklaas op schoot mocht zitten als het 5 december was. Maar aanliggen in zijn schoot aan de maaltijd. En dan zegt hij eigenlijk, man, laat nou Lazarus maar komen enzovoort. Maar dan, ik heb daar een leuk Bijbels raadsel bij. Want het antwoord nu al duidelijk van is, dat is waar. Ik heb nog nooit iemand ontdekt die het opgelost heeft. Maar ik heb nu het antwoord al verklapt. Het raadsel is dit. Noem een persoon in de Bijbel die zijn eigen achterkleinzoon bij name noemt. Het antwoord is Abraham in dit verhaal. Want hij zegt, het heeft geen zin om Lazarus te laten opstaan. Ze hebben Mozes en de profeten. Dus Abraham wist van Mozes en de profeten. Maar ja, hij zegt dat ook lang nadat Mozes en de profeten geleefd hadden. Maar dat is ook een raadsel dat niemand kan oplossen. Maar het is wel verpand. Maar het bijzondere is daar ook, niet de verschijning van een opgestaande zal mensen echt overtuigen. De schrift. Jezus zegt ook, als ze Mozes niet geloven, dan zullen ze mij ook niet geloven. Uiteindelijk is het toch niet of je geïnspireerd wordt door de figuur van Jezus, maar of je aangesproken wordt door de schrift in de kracht van de Heilige Geest. Dat is heel belangrijk. Is dat het antwoord op de vraag? Want het is, inderdaad, ik had het nog niet genoemd, maar dat is ook een mooi voorbeeld van een blik op het hiernamaals. Broeder Peter. Nee, Leo, sorry. Ja, Peter is je broer, nota bene. Ja. Kan ook zo dom zijn. Leo. Over die Hades, hè. Er zijn twee afdelingen. Om zo maar te zeggen, wat kunnen die mensen elkaar zien? Of is daar contact? Kijk, het moet. Zijn er twee afdelingen in de Hades? Dat zeg jij zomaar. Maar er staat van de rijke man dat hij afdaalde in de Hades. Niet in een bepaalde afdeling. Maar van Lazarus staat niet, hij kwam in een andere afdeling van de Hades. Dat is een constructie die wij bedacht hebben om toch duidelijk te maken dat gelovigen en ongelovigen op verschillende plaatsen zijn. Maar ik weet eigenlijk geen voorbeeld van het gerecht gezegd wordt van gelovigen dat wij in de Hades terechtkomen. Het is veel mooier van Lazarus dat hij komt in de feestmaaltijd. Hades heeft de gedachte van dood, verderf, Sheol, graf. Daar hoort wel die rijke man. Dodenrijk betekent niet iemand die gestorven is. Jawel, ja, het blijft allemaal behelpen, Leo. Het dodenrijk geeft het handigste weer. Als je toch één woord moet bedenken, dan zeg je dat is het rijk van de doden. Maar in dat verhaal is de goddeloze man in de Hades, maar niet Lazarus. Dus... Oké, ga je gang, jongen. Er zijn in het Oude Testament gelovigen die worden opgenomen door God, zoals Henoch. Er staat dat Henoch die wandelde met God en werd opgenomen, maar is niet gestorven. Terwijl zo'n gelovig man, die eigenlijk de aartsvader is voor iedereen, ja, en God heeft gehoorzaamd door een offer te willen brengen, die sterft dan. Is daar een reden voor? Ja. Het andere voorbeeld is natuurlijk Elia, die werd opgenomen met vurige wagens en vurige paarden ten hemel steeg. Ik vind zijn voorbeeld nog duidelijker, want daar is het heel duidelijk dat hij zonder te sterven werd opgenomen in de hemel. Bij Henoch staat niet dat hij werd opgenomen, maar dat hij werd weggenomen. Weggenomen. De orthodoxe Joden zeggen ook nooit dat hij niet gestorven is. Die zeggen, God nam hem weg door de dood. Dat wij wat anders zeggen, dat komt door Hebreeën 11. Want daar staat uitdrukkelijk dat hij zonder te sterven is weggenomen door de Heere God. Maar het is merkwaardig, dat kun je niet per se concluderen uit Genesis 5.
Daar zou je even goed kunnen concluderen dat hij door de dood is weggenomen. Dus, maar goed, stel je voor dat jij de vraag nou gesteld had over Elia. Dan zou dat toch de grote uitzondering zijn. Zelfs Mozes werd wel door de Heere God begraven, maar hij stierf op de berg Nebo. Dus Elia is de uitzondering die de regel bevestigt. En Henoch, als we Hebreeën 11 zo nemen, ook. Maar verder niet. Dus je kan niet zeggen waarom die en die en die en die niet. Het is een uitzondering. En waarom? Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Van Elia is het wel bijzonder. Hij is toch met Mozes de grootste profeet in het Oude Testament. Die twee zijn het ook die verschijnen op de berg der verheerlijking. Maar zelfs Mozes is de dood gestorven. In Deuteronomium 34. En zo geldt het voor alle grote godsmannen in de Bijbel. Behalve bij die twee. Nee, maar het ging nou eventjes over waarom godsmannen in het Oude Testament... Nee, dat is waar. Maar dat is niet omdat wij zo goed zijn. Dat is gewoon omdat we leven op dat moment dat hij hier terugkomt. Oké. Die Heer Jezus is natuurlijk wel gestorven. Ja. Toen hij ten hemel gevoerd was hij gestorven en opgestaan. Maar Elia is wat dat betreft een eersteling. En Henoch misschien, maar dat is minder duidelijk. Dat staat er niet opgenomen, is dat weggenomen. Net als er staat in Psalm 73 niet, u zult mij opnemen in de hemel. Wordt weggenomen. Maar goed, wil de geest. Ja, weet je wat de Heere God zei in Leviticus 10? Toen de zonen van Aaron waren gestorven, door het oordeel getroffen, Nadab en Abihu. Ik geloof dat het een NBG-vertaling is die het zo zegt. Ik zal mij de heilige betonen in degene die mij het naaste staan. Hoe dichter je bij de Heere staat, en ik vind het ook wel een woord voor alle geestelijke voorgangers in dit land... Voor ieder die dus ook qua positie naar het volk toe een soort bijzondere positie inneemt als doorgever van het woord Gods. Dat is een ernstig woord. Ik zal mij de heilige betonen, degene die dichtst... Dat wil zeggen, zo lees ik dat, hoe dichter je bij hem staat, des te meer, des te strenger zijn de maatstaven van God. Dan gewoon Jan met de pet en Marietje met het mutsje. Dat zijn dezelfde maatstaven niet zo streng. Wat dat betreft kun je beter deel uitmaken van het onbekende volk... dan dat je een geestelijke leider bent of zegt te zijn. Want je zult met des te strengere beoordelingen maatstaven worden beoordeeld. Hoe dichter je bij hem staat, des te strenger. Want dat zou je zeggen kunnen... Nou, de rabbijen met de beste bedoelingen hadden die vuur geofferd. Nou ja, ze hadden geen vuur genomen van het altaar. Nou oké, dat was een beginnersfout, zegt. Die moesten het ook allemaal nog net leren... Ik kan hetzelfde zeggen. Maar ze waren wel de twee oudste zonen van de hoge priester. Broeder Jan. Waar staat dat, Jan? Dat moet jij toch weten, joh. Met jouw achtergrond moet jij dat weten. Ja, oké, maar dat is de algemene. Het staat in Hebreeën 9. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven daarna het oordeel. Dat is de regel. Die andere dingen zijn uitzonderingen die de regel bevestigen. Dat gekke spreekwoord bedoelt te zeggen. Doordat het een uitzondering is, laat je zien dat het dus niet de regel is. De regel is dat mensen sterven. Het is de mensen beschikt te sterven en daarna komt het oordeel over hun leven. En dat is een ernstige zaak. En dat geldt in zekere zin voor alle mensen... Behalve degenen die worden opgenomen bij de komst van Christus, 1 Thessalonicenzen 4, en deze paar uitzonderingen die we in het Nieuwe Testament vinden. Al die apostelen, behalve Johannes, hoewel ze met Johannes ook hardnekkig geprobeerd hebben, zijn gestorven, de martelaarsdood. Nog niet eens een gewone dood, maar een afschuwelijke martelaarsdood. Het zou toch wel zo mooi geweest zijn als die nou allemaal naar hun toewijding zouden zijn opgenomen in de hemel. Nee, het ging anders.
Dat valt me ook al op. Wat dat betreft voel ik me nu al bevoorrecht op mijn leeftijd. Als je al die grote godsmannen in de geschiedenis volgt, van Augustinus af, die waren op mijn leeftijd, die ik nu heb, allemaal al lang overleden. Allang. Calvijn is geloof ik maar begin 50 geworden, als ik me niet vergis. Luther begin 60, en dat was dan nog redelijk oud. En of je nou Augustinus neemt, of, nou ja, maakt niet uit, Thomas van Aquino, al die grote figuren uit de middeleeuwen, maar ook daarna. Zoveel godsmannen, die waren allemaal niet meer op de leeftijd die ik nu mag hebben. Dat maakt me wel eens klein, dat is ook dankbaar, maar ja. Ja, Johannes, maar ik heb het nou even over de kerkgeschiedenis. Dit is helemaal in het begin. Johannes, kijk, Johannes, die kregen ze niet dood. Anders lijkt het net alsof hij bevoorrecht was dat hij niet gemarteld werd. Maar die stopte ze ook in de kook, in de olie. Alleen hij stapte eruit en hij zei, hé, maar blijf weer eens een bad op kunnen nemen. Nou, dat zeg ik, verzin ik nou. Maar ze kregen hem niet dood. Want die man heeft verschrikkelijke dingen doorgemaakt. En daarvan zegt de overlevering, kunnen het niet checken, dat hij misschien wel 90 geworden is of nog ouder. Ja, ze zijn wel mensen die ouder geworden zijn dan ik nu ben. Nou, naarmate ik ouder word, zal ik ze steeds meer inhalen. Natuurlijk zijn die er geweest. Denk maar, jij bent een muzikale familie. Denk maar aan al die componisten die voor hun 40ste al gestorven zijn. Pergolesi stierf met 26. Mozart, Mendelssohn, allemaal onder de 40. Kun je gewoon niet voorstellen. En een heleboel anderen ook. Beethoven, Mahler, onder de 60. Onvoorstelbaar. Dus ik voel me nu al bevoorrecht. Terwijl ik bijna 78 ben. Ach, wat stelt dat voor. Als Jacob voor de farao zegt, dan zegt hij, het getal mijn jaren is niet als dat van mijn vaderen. Ik vond het altijd vreemd, want dat kun je ook niet helpen, dat je jonger bent dan je vader op dat moment was. Want hij is maar 147 geworden. En zijn vader 180. Ja. We hebben dat niet in de hand. We hebben dat niet, dat is maar goed ook. Kees. Net kwam mee van de orde Abraham in de schoot van de Heere. In de hemel. Nee, Lazarus in de schoot van Abraham. Nee, ook al niet. Ja. Is er überhaupt in het Oude Testament bij die aardvaders al ergens een tekst dat er toch een hemel is? No. Even voor degene die nu kijken naar de video en die denkt, jongen, dat moet wel een spannende vraag zijn. De vraag is, staat er nou nergens in het Oude Testament enig zicht op de hemel? Ik vermijd sowieso, Kees, het woord hemel. Ook het Nieuwe Testament. Als iemand het heeft over naar de hemel gaan en ik denk, hij kan het wel aan, als ik hem daar kritisch over bevraag, want dat kunnen heel veel mensen niet. Dan zeg ik, vertel me eens, waar staat in de Bijbel dat als je sterft dat je naar de hemel gaat als gelovig mens? Kijk, is hij raar anders of is een keulen horen donderen? Dus ik weet maar drie dingen. We zullen bij de Heer zijn. Oh ja, ik heb het al eens verteld van die oude broeder. Zijn kleindochter zat hier heel lang in de lezingen, die zie ik nou niet meer. Maar zijn vrouw was gestorven, ik was nog geen 30. Hij belde me op en hij zei, Willem, vertel eens even, waar is mijn vrouw nu? Wat weet je daarvan te vertellen? Want ik wil graag weten hoe ze... Hij weet het dus al lang, want hij is al vele jaren zelf overleden. Vertel eens, wat weet je erover? Nou, ik zeg, broeder, ik weet maar drie dingen. Oh, zit hier, wacht even, ik zal het opschrijven. Ik zeg, we zullen bij Jezus zijn, Lucas 23. We zullen bij de Heer zijn, 2 Korinther 5. We zullen met Christus zijn, Filippenzen 1. Is dat alles? Ik zeg, ja, wou je nog meer dan... Nee, ik wil het even zeker weten, zei hij. Die zegt, dat zijn de enige drie dingen. Over naar de hemel gaan, lees ik helemaal niks. Is allemaal... En ik weet ook precies wat vandaan komt. Het komt ervan, toen de vervangingstheologie begon te werken, en het zicht is op de, ook op de wederkomst van Christus. Kijk, in de vierde eeuw, Augustinus had er last van, in de vierde eeuw kwam er vrede en gerechtigheid, het Romeinse Rijk werd een christelijk rijk, het Messiaanse Rijk was aangebroken. Ja, Christus zal een keer terugkomen, dat was natuurlijk helemaal aan het einde van de tijden. Dus dat was volledig uit het zicht verdwenen. De enige realiteit die er nog was, dat gelovige mensen sterven. En dan gaat het hele zicht op de toekomst. Dat je bij de oude kerkvaders in de eerste drie eeuwen allemaal terugvindt. Allemaal gericht op de wederkomst, de wederkomst, de wederkomst. Dat hele zicht op de toekomst wordt vervangen door wat gebeurt er als je sterft. Daar kijkt het naar uit.
En ik heb dat ook wel eens gehoord van mensen. Nou, het is toch het enige belangrijke dat je weet dat Jezus voor je zonde gestorven is, dat je straks naar de hemel gaat. En dan zeg ik, nee, ben ik niet mee eens. Ik heb wel eens de nare eigenschap om schokkend te doen. Dus dat ben ik niet mee eens. Ik zeg, in de eerste plaats, zijn er veel meer dingen die je zou moeten weten. Wie zei dat nou straks over meneer Kinneging? Was jij dat? Die ook zei dat die protestanten zijn allemaal bezig met het werk van de verlossing, alsof er niet veel meer is. En daar heeft hij volkomen gelijk aan. Ik ben ook een beetje katholiek, alleen niet Rooms. Dat is het verschil tussen hem en mij. Maar natuurlijk is het evangelie zoveel breder. En dan gaan we straks naar de hemel gaan. Nee. Dan denk ik nog liever aan de oude professor Gunning. Die was dan tenminste nog reformatorisch. En die was naar een begrafenis geweest. En hij was de oudste van het gezelschap. En toen liepen ze terug. En ze zeiden heel voorzichtig, nou ja, dat hij misschien wel eens de volgende zou kunnen zijn om te sterven. En hij rechte zijn rug. En zei, mijn heren, ik zal de dood niet de eer aandoen op hem te verwachten. Ik verwacht mijn koning in heerlijkheid. Kijk, dat zijn nog eens hervormde broeders, waar je wat aan hebt. Het is fantastisch, dat is helemaal precies wat het is. We zitten niet op de dood te wachten, lieve vrienden, tenminste ik niet. Ik verwacht mijn koning in heerlijkheid. Mijn vader heeft zijn hele leven naar uitgekeken. En met 93 is hij toch overleden. Het was toch niet gebeurd. Maar daar zat hij wel op te wachten. Maar niet op de dood. En dat is helemaal verkeerd. Waar ik bij kan vallen, u zei namelijk, zullen we de hemel op. Het gaat om Christus. Amen. We zijn bij de Heer. We zijn bij Christus. Ik zit er niet naar te verlangen dat ik naar de hemel ga en mijn vrouw weer zal zien. Amen, zo is het. Want dat is een soort romantisch. Ja, natuurlijk, ja. Dat je dan toch al diegenen die zo gemist allemaal weer tegenkomt. Ja. Amen, zo is dat. Ja, en dan kijk je niet uit. Ja, toen ik pas getrouwd was, Kees, zei ik iets heel doms. Dat doen pas getrouwde mannen wel vaker. Zelfs lang getrouwde mannen doen nog wel eens domme dingen. Dus ik zei tegen haar, ik zal nooit zoveel van je houden als wanneer we boven zullen zijn. Alleen het verschil is, dan zal ik van alle zusters evenveel houden. Nou, dat moet je natuurlijk niet zeggen. Theologisch is het ijzeren sterk, maar psychologisch zo verkeerd. Maar dat is, dus ik heb wel eens geschreven een interview. Ik hoop dat ik naast hem mag zitten in de hemel, dat is wel fijn. Maar ja, dan denken al die mensen die twee keer getrouwd zijn of soms drie keer, dat schiet je niet mee op met dat soort uitspraken. Want het is waar natuurlijk dat we dan elkaar allemaal met volkomen liefde zullen lief hebben. Maar het gaat om de Heer. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Zo is dat. We zullen, precies wat ik tegen die oude broeder zei, met Christus zijn, met de Heer zijn, met de Jezus zijn. And that's all we know about it. En dat zicht was er in het Oude Testament niet. Ik zal je toch even dat vertellen van Jacob en die profetie. Die hele profetie is inderdaad profetie, die zegen over zijn zoon. Dat staat ook in het begin, hij profeteerde over wat er in toekomende dagen zou geschieden. Het is profetie. En dan komt hij bij Dan, en Dan is daar het type van de antichrist. Heel negatief, een slang die het paard in de hiel bijt. Dat is het donkerste punt in de geschiedenis van Israël. En dan zegt hij niet op uw zaligheid. Dat was ook een van die dingen die ik ook probeerde te veranderen in de herziende Statenvertaling. Zaligheid is fout, het is niet zaligheid. Zaligheid is een heel ander woord. Het is heil, verlossing. Het is niet gelukt, stel het je eigenwijs. Als je nou zegt, die mensen die zo schelden op de herziende Statenvertaling, omdat die zo ver gegaan is, wel nee, ze lang niet ver genoeg gegaan. Dus, nou. En dan zegt hij op uw redding. Dan spreekt hij namens het hele gelovige overblijfsel van Israël. Op uw redding wacht ik, o Heer. En dan komt Jozef, type van de Messias. Moet de Bijbel anders liggen lezen soms? Die dingen gebeuren. Ja. Wie nog meer? Leo, vooruit jongen. Mooi, hè? Hoe moet ik dat zien? Heeft God zich bedacht? In eerste plaats is Nederlands het enige taal die een dergelijk woord heeft. Er is geen vertaling van in het Duits, Frans, Engels, noem maar op. Verbidden. Ik denk dat die Statenvertalers dat bedacht hebben.
Ik ben de tel kwijt. Het is of 6 of 8 keer in het Nieuwe Testament, Oude Testament komt dat voor. Ze baden tot de Heere en de Heere liet zich door hen verbidden. Soms betekent het gewoon verhoren. Maar soms zit er ook het element in. Ik zeg het nou heel menselijk. Hij liet zich door hen overhalen iets te doen wat ze gevraagd hadden. Wat hij anders misschien niet gedaan had. En dat is wel heel ver. Hij liet zich door hen verbidden. Daar vind je natuurlijk prachtige voorbeelden van in de Bijbel. Maar het is een uniek woord. Maar in andere vertalingen staat er gewoon, hij verhoorde hun gebed. Maar in het verbidden zit iets van smeken en hem overhalen iets te doen. En dat gaat wel heel diep. En dat betekent dus, bid is maar niet de formaliteit. Zo van alles ligt. Heb ik jullie al verteld van mijn studentenvereniging waar ik pas ben geweest? Nee, dat kunnen ze nog niet. Want het is zo. Ik was bij CSFR. 30% Gergem, 30% gereformeerde bond en nog christelijk gereformeerd en alles. En ze zouden het hebben over de kracht van het gebed, daar ging het onderwerp. Ik zei, ik begin met 2 vragen. De eerste vraag is, als je goed reformatorisch bent, dan geloof je, net als mijn gereformeerde hoofdonderwijzer dat op de lagere school zei, God heeft alles wat er gebeurt van voor de grondlegging der wereld bepaald. Zei, dat kan ook niet anders, anders komt de soevereiniteit van God in gevaar. Als er ook nog dingen zouden gebeuren die wij bepaald zouden hebben, of de duivel, dat kan natuurlijk niet. Dus alles heeft God bepaald. Wie van jullie gelooft dat? Eerlijk zeggen, vingers omhoog. 90% van de handen gingen omhoog. Goeie, degelijke, reformatorische broeders en zusters. Dus de tweede vraag is deze. Wie gelooft dat bidden helpt? In die zin dat als je iets vurig aan de Heer vraagt, hij soms dat doet omdat jij het gevraagd hebt. En dat bidden helpen betekent dat hij het anders niet gedaan zou hebben. Want anders hoef je niet te bidden. Er zijn prachtige voorbeelden in de Bijbel dat het de Heer berouwde dat hij eerst wat anders gezegd had. Wie gelooft dat bidden op die manier helpt? Toen ging weer 90% van de handen omhoog. Ik zei, nou heb ik jullie erin laten lopen. Want het kan niet allebei waar zijn. Of alles ligt al vast. En ik heb bij een Amerikaanse gereformeerde theoloog dat ook zo gelezen. Waarvoor bidden wij? Omdat dat God dat van ons eist. We moeten bidden. En ook die gebeden zijn van tevoren allemaal al bepaald. Dus niet God doet iets in antwoord op het gebed. Nee, die gebeden zijn van tevoren bepaald. De antwoorden lagen ook al van tevoren vast. Dus of je nou bidt of niet, dat doet er niet toe. Maar je bidt omdat het moet. Dat is de consequentie van stelling 1. Dan helpt bidden niet in die zin dat je door het gebed als zodanig iets verandert. Dan klopt het boekje van Anna van der Bijl niet en God bedacht zich. In het Engels heet het, and God changed his mind. Daar ging het dus over. Kan God van gedachten veranderen? Nou, al die refo's, die zaten te bibberen op hun stoelen. Maar dat is leuk met studenten. Die hebben nog niet zoveel ballast. Die zijn eerlijk en recht voor de raap. Dus we zijn er samen. Ik vond het een bijzonder leuke avond. Niet om ze erin te laten lopen, maar om ze te prikkelen tot nadenken. Het kan niet allebei waar zijn. Je raakt het net er even aan in datzelfde hoofdstuk. En het berouwde de Heer dat hij zelf koning gemaakt had. Ben ik dan een mens dat niet berouwen zou? Precies. Dan zou ik zeggen, laat God zich er nou zelf in lopen. En hij wil dit zeggen. Dus dat er die dialectiek is, ja, dat zei ze. Ja, zo kun je het. Het is in 1 Samuel 13 waar 2 keer dat gezegd wordt. Waarin er staat, er zijn 2 manieren van berouwen. De ene is de menselijke manier, die kun je bij God niet vinden. Dat is, wij doen wel eens domme dingen waar we niet goed over nagedacht hebben. En hebben we achteraf spijt dat we dat gedaan hebben. Had ik dat nou maar niet gedaan. Maar ja, je overziet niet alles. Op die manier kan God geen berouwen hebben. Ik ben bezig nog. Ik ben bezig. Leo, die is ongeduldig. En dan. Maar dan zie je in Jona 2 hetzelfde. God, over 40 dagen zal ik de stad omkeren. Niet van als jullie niet dan zal ik. Nee, over 40 dagen wordt de stad omgekeerd. En dan komt het hele volk tot berouw. Het koning voorop. En dan staat er in het berouwde de Heer dat hij dat gezegd had. En hij deed het niet. In Exodus 32 zegt de Heer God. Ga op zijn Mozes, ik ga dat hele volk verdelen. Ik zal jou tot een groot volk maken, maar dit volk ben ik er helemaal klaar mee. Dat is moderne taal, ik ben er helemaal klaar mee. En dan zegt Mozes, dat kunt u niet maken. Ten eerste, u hebt zelf beloofd. Dat zeggen kinderen ook tegen papi en mama. U hebt zelf beloofd.
En in tweede plaats, we zullen de volgende wel niet zeggen als u dat doet. En het berouwde de Heer dat hij dat gezegd had. En als je nou die eerste stelling hebt, alles ligt al van tevoren vast, dan is de consequentie dat je dan deze dingen als een soort toneelstukje opvat, waarbij God van tevoren al lang wist dat u dat niet zou doen. Maar hij doet net alsof er... Nee, zo ga je niet met de Bijbel om. Maar dan zeiden ze dan tenslotte, hoe zit het er wel? God is 100% soeverein. Nou ja, je gaf het zelf ook al een beetje aan. Daar kom je ook niet goed. God is volkomen soeverein. En toch vinden we in de Bijbel dat het de moeite waard is. Toen ik daar naartoe reed, gaf mijn vrouw nog die tekst mee. Die kende ik wel, maar daar denk ik niet altijd aan om die te noemen. Jacobus 5. Het gebed van een rechtvaardige vermag. Het krachtige gebed van een rechtvaardige vermag veel. Dus het is het gebed dat dat doet. Ik wil zeggen, ja, het is God die dat doet. Zelfs in datzelfde hoofdstuk Jacobus 5 staat: het gelovige gebed van de oudste zal de zieke gezond maken. Niet de Heer maakt hem gezond natuurlijk, en wij hebben alleen maar voor gebed. Nee, het gebed maakt hem gezond. En als je de Bijbel serieus neemt, moet je dat net zo serieus nemen als dat God soeverein is en dat dingen gaan zoals hij dat wil. Maar dat gebed is weer een vrucht van het werk van de Heilige Geest. Jawel, oké. Okay. Ja, zeker, maar het verandert niks aan het feit dat het dat gebed is dat het verandert. Want anders zou je kunnen zeggen dat zij volkomen passief zijn en alleen maar gebeden doorgeven die door de Heilige Geest worden ingegeven. Dat is ook weer te gemakkelijk, want dan doe je toch tekort aan de verantwoordelijkheid van de mens. We worden opgeroepen om te bidden en dan met de meest treffende passage, dat heb ik ook aan die studenten verteld, is in Ezechiël 22. Dan moet je thuis eens nalezen, Ezechiël 22, waar God zegt, ik moest het volk wel oordelen vanwege hun zonde, maar ik keek uit of er iemand was die in de best wilde treden voor hen. God hoopte dat er iemand zou zijn die zou bidden voor dat volk, net als bij Mozes, dat hij het niet hoefde te doen. Maar die voorbidder was er niet, die ontbrak. En toen moest het oordeel komen. Dat is wel de meest frappante manier. Dus ik heb deze jongelui in grootste verwarring naar huis gestuurd. Nee hoor. Dat is het heerlijke van de jeugd. Maar het zijn natuurlijk slimme jongelui. Het zijn studenten die geacht worden dieper na te denken over deze dingen. En dan zou je dus later wel eens willen peilen. Wat heeft het nou opgeleverd bij die studentjes? Ja. Intussen was het 10 uur geworden, vrienden. Wat was nou het antwoord? Dat heb ik de hele tijd zitten geven. Over het verbidden? Nee, verbidden is een prachtig woord. Alleen je moet er niet altijd te veel achter zoeken wat het woord zou kunnen suggereren. Dat God overgehaald is om iets te doen wat hij anders... Dat hoeft er niet altijd in te zitten. Vaak betekent het gewoon, God verhoorde hun gebed. En zo staat het dan ook in andere talen in de vertalingen. Maar het is een schitterend woord, daar kunnen apen trots op zijn. Wij alleen hebben een dergelijk woord, geen enkele andere taal.